Eva Jinek gold bij de publieke omroep als talkshow-koningin, maar verloor bij RTL4 haar glans. Toen ze te maken kreeg met de concurrentie van vandaag een site, werd ze een beetje een verloren zaak. Maar de laatste weken keert het tij en nu, drie dagen voordat haar zwangerschapsverlof begint, krijgt ze ook nog eens een dikke pluim van Angela de Jong. Sinds de mannen van VI op vakantie zijn gegaan, zitten de kijkcijfers van Eva weer in de lift. Het verschil is zo enorm dat ze volgens kenners gewoon een VI-clausule moet eisen in haar contract met de zender. Dat betekent dat ze eist dat haar programma niet om 10 uur s'avonds, maar om half 11 s'avonds begint, pas als VI is afgelopen. Die hogere kijkcijfers lijken Eva het zelfvertrouwen te geven dat ze het nog kan, want ook inhoudelijk maakt ze een behoorlijke slag. Ze had gisteren een buitengewoon mooi gesprek over adoptie en daarbij schoot ze behoorlijk vol. Het valt ook Angela de Jong op dat het lekker gaat met Eva. Ze vond haar adoptie-interview gisteren heel erg mooi, schrijft ze in het AD. Het komt niet vaak voor dat ik met open mond en natte ogen naar een talkshow zit te kijken. Eva deed het uitstekend, vindt ze. Ze verontschuldigde zich aan het einde van het gesprek voor haar tranen. Maar laten nou juist die tranen dit gesprek een extra dimensie geven? Angela denkt dat Eva nog lang niet op haar retour is. Eva is deze hele uitzendperiode al sterk. Ze lijkt iets van zich afgegooid te hebben. Straalt tomeloze energie uit. Ze vervolgt, interviewt scherp, met lef en bravoure. Doet gek waar het kan. Maar dinsdagavond was ze onmiskenbaar op haar best. Door een mens van vlees en bloed te zijn. Dat Eva juist nu opeens weer de weg omhoog vindt, is qua timing heel tactisch. Ze gaat na haar bevalling in september, namelijk onderhandelen over een nieuw contract bij RTL4. Het is voor iedereen evident dat Eva niet langer 1,2 miljoen euro per jaar kan verdienen, maar het mooie einde van haar werkjaar helpt ongetwijfeld. Al wordt een overstap naar de NPO door critici ook nog steeds niet uitgesloten.